Hoi en leuk dat je kijkt naar Paardenpa TV. Binnenkort heb ik een hele speciale wedstrijd waar ik een kuur op muziek ga rijden. Niet met Skittles, dat zou hij wel echt heel erg leuk vinden, maar met Halloween. En ik heb dus net, voordat ik hier naartoe ging om de ponies te voeren, al mijn materiaal ingestuurd voor de kuur op muziek, omdat hij dus gemaakt moet worden. En toen dacht ik, misschien is het wel leuk om te laten zien wat ik precies ga doen. En dit wordt wel een beetje een tweestapsvideo. Dus dit wordt zeg maar de voorbereidingsstap. En als hij straks helemaal klaar is, dan zal ik hem aan jullie onthullen. Dus als je wil weten wat voor soort wedstrijd ik ga rijden, hoe ik de kuur op muziek heb gemaakt, dat soort dingen, dan moet je even blijven kijken. Oké, ik ga maar even gezellig bij de pony zitten. Ik ga dus een kuur op muziek rijden op een wedstrijd. En dat is super leuk. Ik heb niet zo heel vaak kuur op muziek gereden. En dit is de eerste keer dat ik dus mijn eigen kuur op muziek laat maken. Voorheen heb ik er altijd eentje geleend. En ik heb ook een keer een kant-en-klare kuur op muziek gekocht. Dus die kun je gewoon op internet vinden. Dan kan je dus zoeken welk niveau je moet rijden. En dan kun je dus kant-en-klare proefjes kopen waar dus ook een kant-en-klaar muziekje bij zit. En dat is hartstikke leuk om te doen als je gewoon een keer kuur op muziek gaat rijden, maar ja, niet serieus ermee bezig bent. Maar heel vaak zijn dat soort muziekjes niet helemaal, ja, passend bij het paard. Skittles, dit is echt zo, dit is zo storend van jou. Je bent heel lief. Oké, even naar serieuze zaken. Wat ik wilde zeggen, ik had dus voorheen ook nog een kant-en-klare kuur op muziek op de muziek van Belle en het Beest. En dat vond ik wel hele mooie muziek, maar het past gewoon niet zo goed bij Halloween. En het proefje zelf was ook heel simpel en ik wil graag iets moeilijks, want je krijgt dus extra punten voor moeilijkheid en voor de choreografie van het dansje. Dus ik heb nu iets anders bedacht en dat wilde ik even aan jullie laten zien. Als je niet weet wat een kuur op muziek is, dat is een dressuurproef op muziek. Dus ja, dus dat zit in de naam. Je moet dan een proef bedenken en je mag helemaal zelf weten hoe die proef eruit ziet. Maar er zijn altijd een aantal oefeningen die zitten er verplicht in. Dus die moet je rijden, want anders krijg je punten aftrek. En er zijn ook altijd oefeningen die je niet mag laten zien. Dus die er niet in mogen zitten. En als je dat doet, dan krijg je ook punten aftrek. En als je dan het dansje hebt bedacht, want dat mag je dus ja, zelf kiezen. Dan moet je dus nog muziek kiezen. En die muziek die moet passen bij het paard en passen bij de gangen van het paard. Dus je moet voor stap, draf en galop moet je een ander soort muziek hebben. En heel vaak hebben mensen ook iets van een muziekje als er een speciale oefening in zit. Dus als er bijvoorbeeld een galopwissel is, dan hoor je een bepaald geluidje. Of als er een pirouette is, dan hoor je een speciaal geluidje. Echt om een soort van de oefeningen te markeren. En dan wordt het dus een soort, ja, kunstwerk eigenlijk. Ik heb dit even uitgeprint, want dit zijn de protocollen van mijn proef. En hier staat dus precies in welke oefeningen ik moet rijden. Bij mij is het trouwens in het Engels, want dit is ook voor de internationale wedstrijden. En hier staat dan nog extra dingen in waar je extra punten voor krijgt en dat soort dingen. En er staat ook bij wat wel en wat niet mag. Maar het gaat dus eigenlijk hierom, dit zijn de belangrijkste dingen, want dit zijn de dingen die er dus verplicht in moeten. Voor elk niveau is dit dus anders. Als je Z rijdt, heb je een kuur op muziek. Als je M rijdt, kun je een kuur op muziek doen. Als je Grand Prix rijdt, is er een kuur op muziek. En voor elk niveau zijn er dus andere oefeningen. En mag het ook langer of minder lang duren. Bij mij moet de proef minimaal 4,5 minuut zijn en maximaal 5 minuten. En Skittles die doet even de proef veranderen. Skittles vindt het blijkbaar niet goed. Oké, stap 1 is dus het bedenken van het dansje, van de proef. En dat is wat ik de afgelopen week heb gedaan. En omdat ik dus best wel een deadline heb, moest ik dus heel snel met een soort dansje komen. En er zijn zoveel verschillende manieren waarop je zo'n dansje kunt doen. Het is echt wel moeilijk om echt het leukste dansje uit te kiezen. Maar ik heb er heel veel lol mee gehad. En ik ben ook echt heel blij met hoe het geworden is uiteindelijk. En ik ga het verderop in deze video aan jullie laten zien. Omdat Halloween dus een beetje een apart paard is om te zien lopen. Hij is helemaal geen dressuurpaard. Hij is eigenlijk een tuigpaard om voor het kar te lopen. Werkt het bij ons dus niet zo goed om een proefje te maken wat heel simpel is. En waarbij het echt gaat om de mooie gangen van het paard. Want hij heeft niet super mooie gangen voor dressuur. Dus wat ik wilde doen was een beetje een moeilijk proefje bedenken met moeilijke lijntjes, zodat ik heel veel punten krijg voor de
originaliteit. Wat een moeilijk woord. Hoe origineel het is, je snapt me. En dus ook veel punten voor de moeilijkheid. Want ik wil dus graag zo goed mogelijk die moeilijke oefeningen rijden. Want daar krijgen we dus echt heel veel punten voor als we dat goed doen. Dus daar heb ik het dansje op bedacht. En toen heb ik ook gelijk de tweede stap uitgevoerd. En de tweede stap is dat ik iemand moet zoeken die voor mij de keur op muziek maakt. Dus de muziek onder het dansje zetten. Je kunt dat als je handig bent ook wel een soort van zelf doen. Maar ik ben daar dus niet handig mee. En ik wil liever iemand die professioneel is, die daar veel ervaring mee heeft, die dat dan voor mij kan doen. Dus die persoon heb ik gezocht en toen heb ik gevraagd van, joh, wil je dat voor mij doen? En wat heb je daarvoor nodig? Nou, die persoon had dus natuurlijk mijn dansje nodig en een beetje de voorkeur voor de muziek. Dus welke smaak ik heb en wat ik mooi zou vinden, wat ik graag zou willen zien. En ik heb ook een klein verhaaltje verteld over mezelf en over Halloween en over ons als combinatie. Zodat die persoon ook weet van, nou, dit is dus echt wat er past bij deze combinatie. Dit is hun verhaal. En die gaat dan proberen om in de muziek ons verhaal te vertellen. Want dat is een beetje waar het om gaat. En ik heb ook een aantal foto's van ons gestuurd, zodat ze ons een beetje beter leren kennen. En dat hopelijk helpt dat bij het kiezen van de muziek. En wat er nu dus gaat gebeuren, is dat er een kuur wordt gemaakt. Dus de muziek wordt gemaakt op ons dansje. Als dat dan is gebeurd, dan krijgen wij die muziek terug. En dan moet ik het dus thuis gaan oefenen met de muziek. En dan kijken of het goed past. Dus of alle muziek lang genoeg is. Of de speciale geluidjes precies op de juiste plaats zijn. Dat ik precies bijvoorbeeld een galopwissel kan maken. Of een overgang kan maken met een speciaal geluidje. Dat ook precies gelijktijdig gebeurt. En dan moet ik dus weer gaan overleggen van, nou, oké, deze muziek, hier moet het een beetje sneller, hier moet het een beetje langzamer. En als het dan perfect is, dan is de kuur op muziek klaar. Maar zover ben ik dus niet. Ik heb alleen nog het dansje gemaakt en het filmpje van het dansje opgestuurd. En ik wil jullie nu het filmpje gaan laten zien. En dan moet ik dus even kijken, als het straks allemaal klaar is, hoe ik dan precies aan jullie het eindresultaat ga laten zien. Want het vervelende van YouTube is dus, als je iets post met een muziekje eronder, tenzij het echt iets is wat je zelf hebt gecomponeerd, dan zitten er auteursrechten op en dan mag je dus van YouTube niet andermans muziek afspelen. En dat is natuurlijk een beetje vervelend. Dus ik moet even gaan bedenken hoe ik het dan ga doen zonder dat ik problemen krijg met het uitzenden van die video. Als iemand daar ideeën over heeft, laat het zeker hieronder in de comments weten of iets dergelijks. Misschien moet het in een soort live of iets dergelijks. Ik weet het nog niet. Ik ga jullie nu in elk geval mijn dansje laten zien, wat ik ook heb opgestuurd om muziek eronder te zetten. Ik moet er wel heel eerlijk bij zeggen, ik moet nog heel erg oefenen op het goed uitvoeren van het dansje. Ik heb het pas 2 keer gereden en de 2e keer heb ik dus gefilmd. Ik moet echt nog wel veel dingen een stuk netter doen en sommige dingen waren ook net niet helemaal goed op de juiste plaats. Dus niet te streng zijn in hoe het eruit ziet. Ik heb echt mijn best gedaan en ik ga de komende weken natuurlijk heel erg ermee oefenen. Laten we doorgaan naar het dansje. Oké, we gaan beginnen. Hier ben ik nog aan het halt houden voor het begin. En dat doe je dus normaal gesproken met de kuur op muziek ook. En dan steek je je hand op en dan begint de muziek. Dus die begint al eerder dan dat je echt de ring binnenkomt. En hier is dan het binnenkomen, dat is in galop. En dan doe ik X halt houden en groeten. Je mag zelf weten waar je gaat halt houden en groeten op de middenlijn als je binnenkomt tijdens een kuur op muziek. Maar ik doe het gewoon op X. Dan is het halt houden en groeten. En ik neem er een beetje de tijd voor. En daarna galoppeer ik gelijk weg. Dat is niet super recht zoals je ziet. Dat moet de volgende keer wel iets netter. En dan is het rechts afslaan. En dan ga ik een soort van hand veranderen. Maar dan niet richting de hoek, maar richting de A. En dan doe ik een aantal galopwissels. En ik doe ze hier om de 6 passen. Maar ik wil het liever om de 5 passen doen. En dan eindig ik dat stukje. Ik ga niet helemaal door tot de A. Met een kwart pirouette. En dan vanuit die kwart pirouette doe ik midden galop. Dus dan ga ik echt een beetje groter en harder en ruimer galopperen. En dan ga ik hier afwenden. Dus dan rij ik van de jury af. En nu moet ik dus wat contra galop laten zien. En ik wil dat graag doen op een volte voor de moeilijkheidsgraad. Dus ik draai nu vanuit het midden een volte 10 meter in contra galop naar links. Dus in de rechter galop, maar de volte gaat naar links. En dan doe ik op X een vliegende galopwissel. En dan draai ik dus nog zo'n volte naar rechts. Weer zo'n volte 10 meter.
En dan de volte gaat naar rechts, maar de galop is links. Dus zo'n volte in contragalop. En dan aan het eind van de middenlijn ga ik links afslaan. En dan ga ik 2 keer over de korte diagonaal van hand veranderen. Dus ga ik hier van hand veranderen. En dan moet ik een wissel laten zien door een aantal drafpassen. Dus dat doe ik hier. En dan is het een paar passen draven en dan ga ik gelijk weer aangaloperen in de andere galop. Hier ga ik weer gelijk van hand veranderen. Dan is het een paar passen draven en daarna is het weer gewoon aangaloperen. En hier was ik 1 seconde te laat met mijn hulp. Dus je zag dat hij een klein huppeltje maakte. Ik had iets eerder moeten zijn. Dan is het een overgang naar stap. En in de stap hoef ik eigenlijk maar 2 verplichte onderdelen te laten zien. Dat is middenstap en uitgestrekte stap. Dus ik heb besloten om dan hier een soort middenstap te doen, maar dan heel scherp van hand veranderen. En als ik dan op de hoefslag ben, dan ga ik weer van hand veranderen. En dan doe ik uitgestrekte stap. Dus dat is wat je hier ziet. En dan ga ik straks, als ik weer op de hoefslag ben, nog een keer van hand veranderen. En dan doe ik dus weer die middenstap. Ja, het hangt een beetje tussen middenstap en verzamelde stap in. Dus dat is hier. Ik ben nu bij de hoefslag en dan gelijk weer van hand veranderen. En het stukje middenstap / verzamelde stap. En dan moet ik dus straks gaan aandraven voor de drafonderdelen. Ik zou nog andere dingen in stap kunnen laten zien, maar ja, dat wilde ik niet. Dit is het enige wat verplicht moet. Dus ik dacht, nou, hier laat ik het wel gewoon bij. En dan ga ik hier aandraven en dan ga ik weer zo'n van hand veranderen doen, maar dan naar de jury toe en niet naar de hoek. En dat doe ik dan in middendraf, dat zie je hier. En dan moet ik het laatste stukje, moet ik hem een klein beetje recht maken, want ik moet natuurlijk, ja, 1, 2, nog de bocht om, hier is dat. En dan ga ik een stukje appiëren en dat doe ik hetzelfde zoals in de gewone Grand Prix proeven. Dus dat is echt super schuin naar het midden van de baan toe. En wat ik merkte met dit stukje is dat ik mega moe was. Omdat ik dus zoveel galoponderdelen erin had en ook heel veel zware galoponderdelen. Dus ja, nu moet ik het draven als laatste doen en ik was echt heel erg moe. Dus ik moet hier nog even goed op oefenen, want ik zag echt dat ik, ja, wat moeite had met ontspannen en met stilzitten en dat ik, ja, best wel hard moest werken. Dit is trouwens een stukje schouder binnenwaarts en niet helemaal op de hoefslag, maar op de binnenhoefslag, want daar krijg je dus extra punten voor de moeilijkheid. En dan doe ik het aan deze kant hetzelfde zoals je dat net zag, weer het appiëment. Dit moet iets meer de achterhand mee en iets vloeiender en ik moet echt, ja, wat ontspannender zitten. Maar ik was echt zo buiten adem ook. Oh, wat erg. En hier deed ik dan weer die halve volte die je net ook aan de andere kant zag. En dan doe ik het niet helemaal tot aan de hoefslag. Maar dus, ja, een beetje iets verder dan de binnenhoefslag. En dan krijg ik dus extra moeilijkheid. Hier doe ik dan weer schouder binnenwaarts. En dit had ik iets langer moeten rijden. Want dit is, ja, best wel vroeg gestopt al. En dan ga ik hier aangaloperen en dan rij ik een soort S-vorm naar de andere kant toe met 2 vliegende wissels. En dat doe ik omdat ik graag in galop wilde eindigen, maar ook omdat ik dit als reservelijn kan gebruiken voor als die wissels met die drafpassen die je eerder zag, als die mislukken. Want die tellen namelijk dubbel. En stel je voor dat dat mislukt, dan zou ik ze hier nog een keertje kunnen laten zien. Dan is het afwenden op de middenlijn en dan ga ik in middengalop naar de jury toe. En dan is het zometeen halt houden en groeten. En dan is de kuur afgelopen. Dit was hem, jongens. De kuur of muziek deel 1 video. Ik vond het echt heel erg leuk om dit al te doen. En ik kan echt niet wachten totdat de muziek eronder zit. Ik heb zo'n leuk idee met een liedje dat heet The Nightmare Before Christmas. Dat is een film. En dan is daar een liedje van en dat heet This is Halloween. En dan zingen ze dus This is Halloween, This is Halloween. En dat lijkt me dan heel leuk om dat bijvoorbeeld op de middenlijn te doen. Want hij heet natuurlijk Halloween. Iets in die trant, ik weet het nog niet. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Laat me even weten of jullie ook het eindresultaat willen zien. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!